Ketelbroek is opgenomen in de Natura 2000 lijst, een lijst van beschermde en door het ministerie van economische zaken erkende natuurgebieden in Nederland. Inmiddels is in Schijndel de aanleg van een tweede voedselbos gestart. Wouter van Eck, botanist en eigenaar van voedselbos de Ketelbroek, is erg trots op de uitbreiding. Het voedselbos probeert uh, het geheim van een natuurlijk bos te imiteren. Bedenk maar een natuurlijk bos groeit van zichzelf. Ieder jaar is daar heel veel productie. Die proberen we te Dus In principe groeit het voedselbos verder. Dus onze oogsten nemen nu ook per jaar toe. Dus in dit hete, droge jaar hebben we meer oogsten dan vorig jaar omdat het systeem groeit. En ik denk dat uiteindelijk dit zal bewijzen dat de landbouw deels kan omschakelen. Ik zeg niet dat alle aardappelen van de velden moeten. Ik eet ook nog wel eens een patatje. Maar we kunnen uh, meer op deze manier produceren. En dat is beter voor de natuur. Zelfs beter voor de velden eromheen, want minder uh, wind, het voedselbos zorgt dat er minder wind is, het zorgt ook dat het veld ernaast beter functioneert. Is er wel een verschil tussen het bos in Groesbeek en het bos wat nu wordt aangelegd in Schijndel? Nou, hier het bos bij Groesbeek is uh, eigenlijk letterlijk een proeftuin. Dus hier hebben we heel veel soorten geplant. Het ziet dan uit als chaos, maar het is wel georganiseerde chaos. In Schijndel kunnen we met de beste soorten die het lekkerst zijn, die het goed doen in ons klimaat. Uh, verder werken en dan ook wat rationeler opzetten dat het oogsten makkelijker wordt. Want hier moet je heel precies zijn, weten waar wat staat. Daar kun je ook per rij in het bos, want het blijft een bos, uh, de oogsten doen en kun je makkelijker volumes draaien. En uh, wij maken het ontwerp uh, en zorgen dat het op de goede manier beheerd wordt. Want na de aanplant moet je eigenlijk vooral zorgen dat je de natuur het werk laat doen. Wouter van Eck beschrijft in één zin het voedselbos. Het is Lekkere Overvloed, een voedselbos.